Als ik verder met mijn shirt aan trek. Is dat een soort bijgeloof dat Mike het altijd moet doen of zo, of niet? Dit, het handen in teven. Dat heb je niet. Mike kan het gewoon het best.
Dus, we hebben een oorlogsveld hier. Dan heb ik nog een Nou, ik denk dat ik. Het is vandaag maandag. Dus ik heb nu 6 weken. Worden hier geschoten ondertussen? Ik zat ergens waar ze alleen maar daarop hadden, dus ik. Ik schrik er niet meer zo echt van. Ja, de vorm. Ik denk dat ik het uiterste eruit heb gehaald. Wat mogelijk was. Ik ben vandaag volgens mij 6 weken min een dag vrij. Ik ben na mijn vrijlating direct met trainen begonnen. Ik was de volgende dag in de sportschool. Dus ik heb echt een goede voorbereiding voor wat mogelijk was kunnen doen. Dus ik denk dat ik goed in vorm ben. Kun je daar vorm zijn? Nee. Dat zijn de mogelijkheden niet voor. Maar krachttraining ook niet? Nee, ook niet. Het is heel simpel. Het regime in de gevangenis is niet echt een regime waar je kan trainen. Waar dan precies te zijn, 2 keer 3 kwartier in de week om te kunnen sporten. En daar, voordat je vanuit je cel in de sportkamer bent, doe je er 5 minuten over en 5 minuten terug. Dus heb je nog 35 minuten om te kunnen trainen. Dat is niet optimaal, nee. Dus wel kritiek op het feit dat je gaat gaan vechten? Wat vind je daarvan? Vind je dat terecht? Of zeg je, dat is niks van weg, man. Welke kritiek op precies? Nou, er zijn mensen die zeggen, hij zit nu in het proces, dus hij moet het hier gaan wachten voordat hij gaat vechten. Want? Nou ja, omdat mensen zeggen van, dit is niet netjes. Maar waarom is dat niet netjes? Ik zeg, ik kan ook zitten en een uitkering aanvragen, maar ik denk niet dat is wat de mensen willen. Ik moet toch ook aan het werk en dan is het een beetje onlogisch om te zeggen van, ja, je bent vrij, dus je mag niet aan het werk. Dus het is gewoon mijn werk en ik moet gewoon naar mijn werk, zoals voor ieder ander. En of het eerlijk is of niet, het is voor mij gewoon mijn werk. Dus ik moet toch ook mijn brood kunnen verdienen. Ik kan moeilijk van aanbellen en zeggen, ik heb een uitkering nodig omdat mensen vinden dat ik niet naar mijn werk mag. Dus het zal wel heel bizar zijn. Ja,